Hi, ik ben Geertje en vandaag gaan we het hebben over hoe vang ik mijn hondje in de losloopweide. Veel mensen hebben daar problemen mee en ik ga jou een paar tips geven hoe dat we daar het beste aan werken. Ons gedrag is heel belangrijk, hè? Hoe dat we ons gedragen rond de honden. Hoe dat we ons voeten zetten rond de honden. En dat je een hele goede relatieband hebt met je hond. We zitten hier in een losloopweide. We hebben hier twee poedeltjes en twee ridgebacks. En we gaan daar eens aan werken. Ik geef je drie tips waar je kan aan werken voor een hondje te roepen. Tip nummer 1 is, we gaan de leiband aanleren. Leer de leiband goed aan dat de hondje heel vrolijk in de leiband komt. En dat kunnen we al thuis. Dat gaan we thuis al aanleren voordat we naar een losloopweide gaan. Ik ga dat eens demonstreren. Ik heb nu wel een gewoon rustig jachtriemeke noemen wij dat. Maar overal is dat zelf. Ik zet dat open en ik zeg kom puppy puppy. En ik doe dat aan. Ze zijn er al voor aan het vechten, ze. Voor aan de lijf aan te komen. En als we dat op deze manier leren, dan zie je ook dat die hondjes heel graag rond mij is. Ik heb daar geen druk op gezet. Tip 2 is, als ik de hondjes roep, dan ga ik proberen niet met mijn tenen naar de hondjes te wijzen, want dan gaan ze van mij weg. Ik ga gewoon de zijkant van mijn voeten geven. Dus we doen het nog eens terug opnieuw. Ik ga een hondje roepen, pak mijn kokje in de hand en ik zeg puppy puppy. Oh, ik heb ze alle twee gevangen. En ik zet mijn voeten weg. Loeka, kom! Kom, woefie, woefies! Loeka, loeka, loeka! Kom! Yes, flink! Goed gewerkt! Goed gewerkt, hè? Ah, zo flink! En nu gaan we tip 3 zeggen. Als een hondje ergens aan het spelen is, blijf recht. Zorg dat uw energie laag is en dat je vertrouwen hebt in jouw puppy. En als het niet goed gaat, zucht eens een keer. Dan gaat uw hartje wat minder snel slagen en dan gaat u zien dat dat beter gaat. Dus als het hondje komt, zorg dat uw voetjes niet naar het hondje gericht is. Thuis gaat al oefenen voor de leiband aan te leren. En als hem komt, recht blijven, rustige energie en dan komt het allemaal goed.